Hallo iedereen, ik ben Leni. Tijd voor een nieuwe video. Mannelijke en vrouwelijke energie in de connectie, in de zielsconnectie. Nu, ik gebruik de algemene term zielsconnectie voor alle hogere verbindingen. Alle verbindingen die gaan van hart naar hart. Pure liefde, waar er heel veel energie wordt uitgewisseld. Waar je dus ook heel veel kan leren van de ander, omdat de ander jou op een of andere manier spiegelt. Omdat je ook nog een aantal lessen hebt te leren in die verbinding. Omdat het jou vooral uitdaagt om te gaan groeien. Dus vandaar een videootje mannelijke energie en zo meteen ook de vrouwelijke energie. We hebben een nieuwe maan morgen. Dus we ronden op dit moment de maancyclus af van de afgelopen 4 weken. Dan maken we een einde aan een bepaalde periode. Dus de energieën gaan terug wat zakken, wat rustiger worden. Zodanig dat we vanaf morgen, komende week, weer een heel nieuwe start kunnen maken en nieuwe intenties kunnen neerzetten. Heel concreet voor onszelf kunnen gaan voelen wat we willen. En dat is ook een van de redenen waarom ik deze reading nog wou doen voor de video van de nieuwe maan. Toch even te kijken nu wat er belangrijk is voor de mannelijke energie. Want we zullen kijken wat de kaarten zeggen, maar voor mij voelt het nog altijd heel gespannen. De persoon in de mannelijke energie toch wel door een grote verandering. Als je mijn video hebt bekeken over de karmische stukken, zit de mannelijke energie in een mega transformatie. Maar het lijkt alsof die persoon daar dan wat blijft in vastzitten. Die transformatie die is begonnen, maar die weegt heel zwaar, gaat behoorlijk traag. Of er zijn heel veel, inderdaad, karmische lessen te leren, karmische stukken op te lossen. Nu, nog even voor alle duidelijkheid. Ik ga het mezelf toch wel wat makkelijker maken door te spreken over hij en zij, hem of haar. Dus als ik in de mannelijke energie spreek over hem of hij of deze persoon, dan heb ik het over de mannelijke energie. Nu, weet dat je beide energieën altijd in jou hebt, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie. Dus kijk wat voor jou van toepassing is, in welke energie jij jezelf het beste terugvindt. Als dit de energie is van jouw partner in de zielsconnectie, dan draag je daar altijd toch wel een heel klein stukje van mee in jezelf. Hè? Hou dat ook wel even in je achterhoofd. Maar eerst even kijken, hè, wat stukje heeft de mannelijke energie, of de persoon in de mannelijke energie, op dit moment net achter zich gelaten. Dus waar is die persoon doorheen gegaan? Wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En we krijgen hier gelijk al onze zonnevlecht. Het was een uitdaging om blijkbaar toch wel bepaalde dingen op te schonen op dat vlak. Meer plezier op te zoeken. Dus deze persoon was blijkbaar toch even vreugde in het leven kwijt. Nu, ik ga sowieso een verduidelijkingskaart trekken, want dat doe ik altijd bij een chakrakaart. Wauw, oké. 9 van staven. In deze deck is dat de allerlaatste kaart. Spirituele kracht. Dat wil zeggen dat deze persoon echt heel diep is gegaan. Misschien ook nog steeds een beetje een last met zich meedraagt. Dat zullen we zo meteen zien. Maar deze persoon is inderdaad iets aan het afronden. Deze persoon heeft heel veel verzameld en is eigenlijk gaan kijken van wat neem ik nog mee en wat laat ik achter mij. Dus spirituele kracht, dat wil dus zeggen dat iemand zowel emotioneel als mentaal heel diep is gegaan. Zo diep dat het heel vermoeiend is geworden. Dat die persoon bijna uitgeput is geraakt. Heel erg onder stress, onder spanning is komen te staan. En daardoor heel diep in zichzelf is moeten gaan zoeken naar levensenergie. Deze persoon heeft de afgelopen tijd echt moeten gaan zoeken naar kracht. En als je emotioneel bent uitgeput, mentaal misschien ook bent uitgeput, misschien ook fysiek, dan kom je tot je spirituele kracht. Dan kom je op dat punt dat je zegt van, nu kan het niet meer, nu kan ik niet meer, nu is mijn energie volledig leeg. Waarschijnlijk heeft deze persoon zich verbonden met bepaalde mensen die toch heel veel van hem of haar vroegen.
En dat dat, ja, dat daar een toch wel stevige les in zat om. Ja, die persoon moest blijkbaar echt wel heel erg diep gaan. Zich echt niet lekker voelen. Misschien zelfs een bepaalde pijn ervaren. Want als je ziet, de persoon is echt nog beschermd en nog, echt nog heel erg op zichzelf gericht. Maar dan heb je die Boeddha, het spirituele. Dus deze persoon is wel op een punt gekomen dat hij kan spiritueel gaan doorgroeien. Maar daar zit nog ergens een beetje een last. Die persoon draagt nog iets met zich mee. We gaan eerst even verder kijken, hè? Op dit moment, huidige energie. Mannelijke energie. Huidige energie. Oké, waarheid. Het oordeel. De 20 uit de grote arcana. Is echt wel balans vinden. Nu, waarheid zegt het wel al. Dat is de dingen steeds helderder gaan zien. Waarheid kan soms ook een beetje een confrontatie zijn. Inderdaad. Deze persoon kan er niet meer omheen, maar ziet het sterretjes wel duidelijk. Staat op die balans, staat op die weegschaal. Is voor zichzelf aan het uitmaken waar zit mijn evenwicht? Hoe kan ik mijn leven vervolledigen? En dat is het eerste wat ik eigenlijk bij deze energie voel. De mannelijke energie voelt, deze persoon voelt dat zijn leven niet compleet is. Ik heb het wel vaker over overvloed. Dat is echt hetgene waar we allemaal naartoe gaan. Dat is datgene hebben wat je nodig hebt en nog veel, veel meer. En ik heb de indruk dat deze persoon stilaan ergens intuïtief wel voelt dat er meer is. Inderdaad, want hij kijkt naar de sterren. Hij voelt dat er een vorm van overvloed aanwezig is, maar heeft het heel lang buiten zichzelf gezocht en doet dat denk ik op dit moment nog steeds. En dat is een van de lessen uiteraard, van het niet buiten jezelf te zoeken. Als je een leegte voelt of je voelt jezelf niet volledig, onvolledig, niet compleet, hè, dan daar gaan we allemaal doorheen, hè? Los van de energie. Gaan we het eerst buiten onszelf zoeken, door in een bepaalde relatie te stappen. Of door het in te vullen door bijvoorbeeld heel veel te werken. Er zijn mensen die hun leegte gaan verdoven door bepaalde middelen te gebruiken of door ongezond te gaan leven. Dus deze persoon zoekt het wel nog een beetje buiten zichzelf, nog niet in zichzelf, maar komt wel tot een bepaalde waarheid. Zo van wie ben ik nu en hoe wil ik verder? En dan ga ik kijken naar de uitdaging. Wat mag deze persoon leren vanuit mannelijke energie? Goh, dit is de kaart van projectie die ook bij de volle maan naar voren kwam. Vooral de energie die van buitenaf komt en wat ik ook in de karmische stukken heb vermeld. Kies verstandig, zegt deze kaart. De zeven van bekers. Goh, ik vind dat zo het thema momenteel. En blijkbaar in de mannelijke energie is dat extreem belangrijk. En dat is, ja, deze persoon heeft wel het gevoel dat er heel veel opties zijn en dat er heel veel mogelijkheden zijn in zijn leven, maar niks voelt echt helemaal goed. Niks voelt echt van hem. En nogmaals, ik spreek over hem, maar dit kan ook over een vrouw gaan, hè? Dus hem of haar, ik laat het even neutraal. Deze persoon, ja, zit in die zeven energie. Het is tijd om even stil te staan bij de zaken, even niks te doen, even terug te keren naar het gevoel. En blijkbaar is deze persoon enorm beïnvloed. Ik kan er geen ander woord voor vinden. Misschien zelfs, ja, mag ik het woord manipulatie gebruiken? Dat anderen hem hebben gezegd van, nou, dat is wel goed, dat kan je doen. En dat hij dat heeft gevolgd. Maar nu eigenlijk voelt dat geen van die opties echt bij hem past. En inderdaad, zoals ik daarnet zei, als deze persoon het buiten zichzelf blijft zoeken van wat vervolledigt mij nu, wat maakt mijn leven ook volledig, wat geeft mij nu een beter gevoel. De energie die ik hierbij opneem is van een persoon die zich wel triest voelt, helemaal leeg heeft gevoeld, verplicht is om naar dat spirituele te gaan.
op zoek te gaan naar zijn eigen waarheid. En nu voor die uitdaging staat van terug te keren naar die intuïtie, naar zijn eigen gevoel. Nu, ik heb de indruk dat deze persoon heel veel pijn voelt. Zeker met deze kaart. Ik ga zo meteen verduidelijken. Ik voel een bepaalde... Het is triestheid, het is ook verdriet. En deze persoon probeert het nog wat verborgen te houden voor de mensen rondom hem. Maar met die kaart van waarheid heb ik wel de indruk dat die persoon hier zichzelf een beetje probeert te vergeven. Dat hij stilaan zich bewust wordt van zijn gedrag, hoe hij zich heeft gedragen, ook misschien in de connectie. En dat deze persoon probeert om te gaan met zijn gedrag van eerder. Ik heb de indruk dat deze persoon zich voor het eerst echt bewust wordt van zijn daden en de pijn dat dat misschien heeft veroorzaakt bij anderen. Omdat hij die pijn nu ook zelf ergens heeft gevoeld. Omdat er bij hem ook iets naar boven komt. Omdat hij voelt dat hij nog altijd iets heel zwaars met zich meedraagt. Iets wat hij nog compleet mag loslaten. Er is nog een enorme last aanwezig. Iets wat hij nog niet heeft kunnen loslaten. En dan komt die projectie van anderen. Want zo noem ik het ook nog altijd graag. Anderen proberen hem nog altijd een beetje te beïnvloeden. Weg te houden van hemzelf. Dus hij heeft zichzelf nog niet helemaal kunnen bevrijden. Dus dat zal de uitdaging zijn. En dat kan wat pijn doen. Des te meer omdat ik het gevoel heb dat hij iets heeft proberen op te bouwen. Maar beseft inderdaad dat dat niet de oplossing is. Waar we het heel vaak al hebben over gehad. Dat je het niet buiten jezelf vindt. Je vindt het alleen maar in jezelf. Dus dit was eigenlijk gewoon een uitstel. Misschien een vorm van afleiding om toch wel ergens doorheen te gaan. Nu, vergeet niet, alles heeft een reden. Hè? Als deze persoon eerder heeft gekozen voor een bepaalde relaties of bijvoorbeeld ook een bepaalde job en zo, daar zitten ook lessen in, dan was dat nodig. Dat is niks slechts, integendeel. Het was nodig om die persoon door een bepaald iets te helpen. Gaan even kijken waar deze persoon naartoe gaat vanuit die mannelijke energie. Leg maar toch deze kaart. Oké, de aas van staven op vlammende passie. Dus deze persoon keert terug naar zijn eigen hartsenergie. Daar moet wel heel veel worden opgelost, maar nogmaals, deze persoon gaat die cyclus afronden. Gaat terug naar zichzelf komen, gaat waarschijnlijk ook keuzes maken voor zichzelf. Meer kiezen om zijn eigen energie wat meer ruimte te geven. Terug bij het gevoel te komen. Ik denk dat de kaart voor zichzelf spreekt. Het gaat op de afbeelding nu om een vrouw, maar het maakt niet uit. Het is die hartsenergie die terug tot leven komt. En ik ben eigenlijk wel blij dat deze kaart hier wel toekomstgericht komt te liggen. Maar het is wel een zeer, zeer mooie kaart. Het is een nieuwe energie. Nee, het is geen nieuwe energie. Het is eigenlijk een energie die deze persoon in zich heeft. Lange tijd genegeerd heeft en daar nu wel ruimte voor maakt om vanuit zijn eigen energie dingen te gaan ondernemen, een nieuwe start te maken en daarin dan toch blijkbaar wel keuzes te maken. Dus deze kaart zegt kies verstandig. Dus als deze persoon weer helemaal naar zijn eigen gevoel terugkeert en beseft dat zijn leven niet volledig is zoals het er nu bijligt eigenlijk en hoe het nu aanvoelt, dat hij toch terug naar zichzelf keert. We gaan even verduidelijken. Aan de hand van de Osho Zen Tarot. Dit is trouwens de Psychic Tarot van John Holland. Even kijken, bij die spirituele kracht. 9 van staven en de zon oplegt. Van waar komt deze persoon? Waar is deze persoon doorheen gegaan? Oké. Silence. Heel veel stilte. Toch wel inzicht in bepaalde situaties. Dit is de sterren. Dus dit is echt het gevoel waarbij je niet ziet waar de dingen heen gaan. Het lijkt een beetje alsof deze persoon door
een proces is gegaan en op een punt heeft gestaan waarbij hij totaal niet meer zag waar het heen ging of hoe het echt verder moest. Inderdaad, omdat er geen volledigheid was, omdat dit nog niet volledig was afgerond. Maar dit is wel de kaart van de hoop. Die kaart zegt van, blijf hoopvol, ook al zie je niet wat de toekomst jou brengt of zie je niet op dit moment waar het heen gaat. Deze persoon is daar wel doorheen. Even een tweede kaart nemen. Oké, en alweer zo'n... Het zijn zo heel meditatieve kaarten. Naar binnen keren. Deze persoon is wat teleurgesteld in de mensen rondom hem. Zich niet begrepen voelen. Het gevoel hebben ook dat de situatie hem geen voldoening meer gaf. Dat is de vier van bekers. En we hebben toch wel gevoeld dat het tijd was om naar binnen te keren. Om bepaalde gevoelens gewoon ruimte te geven. En dat met die spirituele kracht wat ik daarnet zei. Deze persoon is heel diep gegaan. En dan bedoel ik emotioneel, mentaal, fysiek zelfs. Ik ga ervan uit dat dat nog even de tijd nodig heeft om... dat die persoon daar nog wel mag van herstellen. Die vier van bekers is echt wel nog iemand die nog een klein beetje gefocust is op wat er verkeerd is gelopen. Bepaalde teleurstellingen. Inderdaad ook alweer die stemmetjes op de achtergrond. Zoals met die zeven hier. Toch nog altijd bepaalde mensen die proberen dingen in te fluisteren. Die hem proberen van de wijs te brengen, maar blijkbaar... is deze persoon vanuit de mannelijke energie echt wel aan het leren om inderdaad naar binnen te keren. Turning in. Om de aandacht naar binnen te richten. Zeer emotionele kaart. Ik bedoel, gevoelsmatig. En van daaruit proberen te zien wat er wel nog voor hem ligt. Niet zozeer wat er verkeerd is gelopen of wat hij achter zich laat. Maar proberen te kijken wat er nog wel nog voor hem ligt. Oké, die kaart kwam snel. Wauw, oké, de 10 uit de grote arcana. Change, verandering. Het rad van fortuin, het rad van verandering. Dit is een 180 graden ommekeer eigenlijk. Het yin-yang symbooltje. Dus deze persoon probeert evenwicht te vinden, maar gaat een grote verandering door. Ik ga straks nog even verduidelijken wat die verandering exact inhoudt. Maar het zal er wel voor zorgen dat hij inderdaad kiesverstandig andere keuzes gaat maken. Zijn leven een andere richting gaat geven. Dat hij vooral meer bij zijn gevoel komt. Dus we krijgen hier weer een waterkaart. We krijgen hier weer een waterkaart. Dus voor mij, vanuit die waarheid, beseffen vooral, voelen vooral wat er belangrijk is. En zo in die verandering gaan. De energie verplicht hem om te voelen, om naar binnen te gaan. En dit is misschien ook een van de redenen waarom velen toch wel in die verleiding komen. Hè? Waarom die ongezonde gewoonten, zoals ik ze noem, hè? Die verslavingen dan voor sommigen, zo duidelijk zichtbaar waren in die karmische stukken. Omdat er is een pijn enorm voelbaar geweest. En die persoon heeft op een of andere manier een beetje de waarheid gezien. Is stilaan nu eerlijk aan het worden met zichzelf. Dat is wat er op dit moment gaande is. En dat gaat leiden tot die verandering. En ik voel daarbij een bepaalde... ik voel echt wel een pijn bij mijn hart. En ik kan het uit de kaarten nog niet halen. Maar we zullen zo meteen wel even kijken bij de verduidelijking. Ofwel kunnen ze het wel heel goed verborgen houden. Van die zeven van bekers naar die as van staven. Oké. Acht van staven is echt wel vooruitgang. Dat kan ook slaan op communicatie, dus wees je daar even bewust van in de connectie. Het zou kunnen dat deze persoon effectief contact opneemt. Maar vanuit die zeven energie
toch nog altijd een. Dit is een verwarrende energie, hè? Dus toch wel even opletten, hè? Als er toch contact komt in de connectie, kijk even goed wat de intentie van deze persoon is en met wat hij concreet naar voren komt. Maar deze persoon wil verder gaan, duidelijk. Traveling. Wil zijn reis verder zetten. Wil bepaalde zaken achter zich laten. Ook al draagt hij nog een bepaalde rest. Sorry, een bepaalde last met zich mee, is hij nog toe aan een rust, dat wou ik eigenlijk zeggen. En ja, ik voel een bepaald ongeduld. Deze kaart zegt van neem je tijd, neem een bepaalde rust. En deze kaart, ja, dat is dat ongeduld van nee, ik wil verder, ik wil hier niet langer in blijven. Terwijl die rust en je tijd nemen nu eigenlijk heel erg belangrijk is. En nog even een laatste kaart. Waar deze persoon naartoe gaat, of wat ook de bedoeling is. Waar wil de energie deze persoon naartoe? Oké, breakthrough. De 11 uit de grote arcana. Je hoort het waarschijnlijk aan mijn stem dat dat een heel positieve kaart is. Want dan gaat hij vanuit zijn eigen energie, gaat hij dingen van zich afwerpen en zegt van oké, dit ben ik. En dat hoort voor mij heel mooi bij die as van staven. Nieuwe energie die binnenkomt en die ervoor gaat zorgen dat deze persoon toch die balans, dat evenwicht in zichzelf gaat zoeken. Wauw, ik vind dit eigenlijk super kaarten. Maar we gaan eerst even verduidelijken, want ja, dat is waar deze persoon naartoe werkt of waar de energie hem naartoe wil. Nu, iedereen heeft zijn eigen tempo, zijn eigen proces. Je zal misschien merken dat bepaalde personen zich nog hierin bevinden, terwijl anderen al een beetje meer in deze energie zitten. Dus we gaan even verduidelijken. De ster. De ster met die 9 van staven. Ook die zonnevlecht volgens mij. Oeps, en deze komt er ook. De ridder van bekers. Dit is iemand die heel veel gegeven heeft. Heel veel heeft gevoeld. En heel veel emoties achter zich laat. Oké. De schildknaap van munten, wat ik daar straks zei van oké, het zou kunnen. Hè? Dit is een iets jeugdigere energie. Die persoon heeft wel iets in handen en wil dat op een of andere manier wel geven aan de ander, aan jou dan. Of in de connectie. Naar de persoon in de vrouwelijke energie. Maar voelt zich heel onzeker. Nogmaals, dus let een beetje op naar. Ja, of die persoon effectief iets stevigs in handen heeft. Want er is toch altijd nog wel een klein beetje beïnvloeding. Of deze persoon heeft nog dingen compleet los te laten. Er is nog een energie rond deze persoon aanwezig. Een energie waar hij volledig mag uitstappen. En in de karmische stukken had ik het over lagere energieën. Dat zijn gewoon mensen die op een andere frequentie leven. Of situaties waarin deze persoon zich bevindt die op een. Op een, ja, een iets minder fijn niveautje zitten. Dus hou daar voldoende afstand in. Het is toch wel iets wat ik wil meegeven. Ik heb wel de indruk dat deze persoon het inderdaad goed verborgen kan houden. Die pijn en misschien merk je dat op sociale media. Heel veel foto's en. Lijken wel veel plezier te hebben en het lijkt allemaal wel goed te gaan, maar eigenlijk hè, dragen ze nog altijd een beetje dat maskertje. Ze doen alsof. Ze proberen. Eigenlijk zie ik hier een persoon die nog een beetje in zijn rol probeert te blijven, maar eigenlijk al die waarheid voelt meer. Maar toch probeert hij nog een beetje dat beeld staande te houden naar anderen toe, omdat er keuzes moeten gemaakt worden. Deze persoon zit nog niet compleet in die verandering. Dus probeert nog een beetje het beeld staande te houden naar de mensen om hem heen. En omdat hij zich gewoon nog veilig voelt in die rol. Hij wil zichzelf nog wat beschermen. Misschien in een bepaalde relatie of in een bepaalde job. Omdat hij zijn pijn daarin wat kan wegstoppen. Omdat hij
kan doen alsof dat een schild is. Die persoon stopt zich ook nog een beetje weg achter die munt, maar gaat heel snel uit die energie gaan. Dus dat aardse stukje komt wat naar voren. Deze persoon voelt zich niet goed in relaties, in een werksituatie, hè, andere zaken. En ja, weet niet goed hoe daarmee om te gaan. Het zou kunnen zijn dat deze persoon ook iets nieuws is gestart en dat dat niet helemaal goed voelt. Dat hij zich wat onhandig voelt daarin. En dat hij voelt dat daar toch nog een verandering in mag komen. Dat hij niet op het punt is waar hij hoort te zijn. Dus hij voelt zich veilig in die rol. Ze kunnen hun pijn nog wegstoppen voor anderen, maar blijkbaar niet voor zichzelf. We gaan even kijken bij die verandering, hè? Dat Rad van Fortuin, die grote ommekeer. Oké. De Acht van Bekers. Deze persoon gaat wegstappen, dus emotioneel zich losmaken van dingen. En dat gaat wat pijnlijk zijn. Dat is de pijn die ik voel. Dingen die niet goed zijn gelopen, maar die persoon keert bepaalde zaken of bepaalde situaties of misschien een relatie de rug toe. De Acht van Bekers is echt wel voortgaan, verder gaan. Emotioneel zich wat terugtrekken, zich afzonderen. Ja. Deze persoon zit wat in de chaos, hè. Dit is kaart van chaos, verwarring, niet goed weten wat te kiezen. Eigenlijk merken dat, ja, dat hij terug naar zijn gevoel moet, dat hij bepaalde situaties mag achter zich laten. Dus deze persoon zoekt wel naar een uitweg. Maar ik zie hier nog een beetje het rationele gedeelte, dat het intuïtieve wat in de weg staat. Maar deze persoon voelt het wel, dat het tijd is om verder te gaan. Dit is de energie die nog moet komen eigenlijk. Hè. Dit is het inzicht, de uitdaging. Dus ik zou zeggen, als je met deze persoon niet in contact bent op dit moment, dan is dat eigenlijk wel een beetje goed. Want dat was ook in de karmische stukken inderdaad te zien. Dus blijf zoveel mogelijk in je eigen energie, want ik vind deze energie behoorlijk stevig. Grote veranderingen en wegstappen van bepaalde zaken. En met die beïnvloeding van anderen, het is een niet zo fijne energie. En ze gaan diep, hè? Heel veel gevoelens komen naar boven. Grote verwarring, heel veel komt op en af. En ja, dat is echt die storm, hè? Die storm, het grote wiel dat begint te draaien. En dat gaat zorgen voor inderdaad verwarring, maar ja, welke keuze maak ik dan? Even verder. Traveling. En de Zeven van Munten. Dat is toch nog even kijken en niet goed weten in het aardse stukje hoe de dingen aan te pakken of wat ermee te doen. Dus alweer een zeven-energie, net zoals hier. Zo van, ja, dat afwachten, ik zei het daarnet al, dat ongeduld is aanwezig, maar eerder zo van, ja, ik wil hieruit weg. Het weegt emotioneel te zwaar, die hartepijn komt naar boven. Maar tegelijkertijd tot het besef komen dat het niet zo makkelijk is om in het aardse leven zomaar grote veranderingen teweeg te brengen. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen volgen, want het is vooral wat ik voel en ik, mijn stem begint er een beetje van te weven, maar die breakthrough, die doorbraak ligt daar wel. Met die aas van staven, dus ik ga daar even bij kijken. En daar krijg ik de zegewagen, dat is vooruitgang. Ik ben wel blij dat deze kaart erbij komt, dus deze persoon gaat vooruit. Misschien nog wat tegengehouden hier door deze twee sphinxen vooraf. Dus deze persoon gaat nog bepaalde blokkades moeten verwijderen of bepaalde dingen uit de weg ruimen voor die zegenwagen echt in beweging kan komen. Je ziet ook nog de wolken op de achtergrond. Dus niet alle problemen zijn volledig verdwenen. Deze persoon wil vooruit, maar kan blijkbaar nog niet helemaal vooruit. Maar gaat wel meer naar zijn eigen energie. Dus het is een stevige reading. Ik had er mij wel een beetje aan verwacht. Dus ik ga nog even kijken wat ik jullie nog kan vertellen. Ik zie hier eigenlijk een beetje, ik noem dat een botsing van energieën, wat die chaos veroorzaakt. Hè? Want dat is de uitdaging, om uit die chaos, om uit die verwarring te raken. Die grote verandering die zich opdringt. Die persoon die moet wegstappen, zich emotioneel mag en moet losmaken ook van iets.
Dus dat lijkt alsof er twee energieën botsen, dat aardse stukje wat niet meer klopt met wat die persoon voelt. En ja, dat is zoals een onweer dat eindelijk losbarstte. Ook een soort ontlading dus eigenlijk. Maar wat er wel voor zorgt dat deze persoon zijn eigen pijn niet meer kan negeren. Deze persoon zoekt wel naar een uitweg. Probeert het nog te zoeken in het aardse of buiten zichzelf, maar kan dat intuïtieve niet meer, die intuïtie, dat gevoel begint te spreken. Dus vanuit de mannelijke energie pakt deze persoon dat toch steeds nog altijd op een aparte manier aan. Meestal misschien een beetje vanuit een onopvallende manier. Of dat probeert deze persoon toch. Ik denk dat deze persoon heel voorzichtig gewoon afstand gaat nemen. Zich heel voorzichtig gaat distancieren. Heel onopvallend uit die energie gaat stappen. Omdat hij voelt dat hij verder moet op een andere manier. Omdat deze manier niet werkt. En ze voelen ook dat er nog steeds iets mist. Hè. Ze hebben geprobeerd iets op te bouwen. Maar dat lukt nu niet. En ik voel hier een vorm van spijt. Het knaagt aan hen. Omdat ze iets missen in de energie. Ook in de connectie. Hè. Heel belangrijk. Ze missen iets in hun leven. Iets wat het compleet maakt. Zodanig dat ze in die overvloed kunnen gaan. En dat is een van de belangrijkste lessen voor de mannelijke energie. Nu, ik vind hier wel een vorm van klaarheid, helderheid. Ze zien de waarheid, ook al kunnen ze er nog niet aan raken. Er is een vorm van helderheid. Dus een meer bewust worden, de mist in hun hoofd die een beetje optrekt. En dat ze daardoor ook beseffen dat wat eerder is gebeurd,